Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan, dames en heren. Dat geldt ook helaas voor alle topdravers die Nederland ooit rijk is geweest. En in dat rijtje, zeker in de top 10, past toch zeker Your Love Lois. Als je de baanrecordhouder bent hier op Victoria Park, een Europees georiënteerde baan. Als je wint in Zolvalla op in het grootste weekend van het jaar. Winnaar van de Prijs der Giganten, winnaar in meerdere landen. Dan behoor je tot de allerbeste dravers die Nederland ooit rijk is geweest. Het is de familie Kouwenhoven gegund. Zij hebben Your Love Lois niet alleen in bezit, maar zagen het paard ook nog eens als veulentje geboren worden. En als dat dan tot en met het 10e levensjaar zoveel plezier oplevert, dan ben je spekkoper. Het wachten is hier op een van de beste paarden ooit in Nederland, Your Love Lois, want die gaan we huldigen. En uitzwaaien. En laten we eerst maar eens even praten met de tweede trainer van Your Love Lois, Jeroen Engwerda. Jeroen, hij was nog een beetje driftig. Even een rondje kwikkelen. Ja, nou, ik wou hem nog even een keertje rijden. Ik denk de laatste keer. Ik heb hem net even een paar bandjes gekwikkeld. En, we hebben de laatste maand een beetje afgetraind. En, maar hij is nog zo fris als wat. En Rick gaat hem nou even een rondje gaan rijden. En dan spannen we hem hier uit, zoals het hoort. Doen we het symbolisch, Jeroen? Heb je ook een tangetje bij om de ijzers eraf te halen? Of loopt ze zoals altijd op blote voeten? Jazeker, jazeker. Hartstikke mooi. We hebben Chris van Hattem. Chris van Hattem is een fantastische gozer. Hij weet eigenlijk als geen ander hoe je de sport naar buiten toe kan uitbeelden. Hij heeft voor Your Love Lois, speciaal voor Your Love Lois, een fantastisch filmpje gemaakt. Dat duurt 4 minuten, dat is best lang. Maar voor Your Love Lois kan het niet lang genoeg zijn. We gaan op het grote scherm kijken van het mooiste dat Your Love Lois in zijn carrière heeft bereikt. Yesterday op de tweede plaats Tennessee Forest. Moeilijke spoor naast de leider, of eigenlijk schuin achter de leider, is voor Your Love Lois. Daar heeft hij in het verleden ook al eens uit gewonnen, dus dat hoeft het probleem niet te zijn. Maar makkelijk is dat natuurlijk niet. En andere paarden hebben daarachter positie gekozen. Maar steeds dichterbij komt hij aan de buitenzijde. Your Love Lois, het verschil is nu nog maar een hoofdlengte. En zo zijn ze inmiddels ook halverwege de laatste bocht. Your Love Lois aan de buitenzijde probeert door te drukken. Maar Yesterday staat dat nog niet toe. Daarachter heel gluiperig gaat naar het derde spoor. Tennessee Forest en binnendoor schuift op Sterk Cashmo. Kom wel eens een dijk van een verrassing aankomen. Your Love Lois neemt de leiding nu over. Your Love Lois heeft een lengte te pakken. Ebbingen kijkt over de schouder. Het is een hele knappe prestatie als hij dat gaat halen. Er komt nog wel Lotus Foto aan, maar die komt te laat. Het is heel makkelijk. Your Love Lois. Zweites Rennen hier in Solvalla. Rennen ist gestartet und erneut will es Björn Goffis. Diesmal mit Control Brolin in Your Love Lois ist ganz gut weggekommen. Your Love Lois hat das Kommando führt. Your Love Lois führt gegen Control Broline. Und außen rückt hier auf, das ist die 4. Das ist Nubi Lenz, Morten Fries, 2, 3, 4. Dann die 5, Hamras One More, das geht auf die Schlussrunde. Aber Your Love Lois ist vorne. Your Love Lois, Hamras One More. Ganz außen kommt noch einmal Gegner. Vorne aber ist der Souverän. Your Love Lois gewinnt dieses Rennen.
Jorlof Loijs. Jorlof Loijs die dat wildkaartje gaat pakken voor de giganten. Hij is binnen, Jorlof Loijs voor Beaujolais. Een derde wordt Attrapmar. Start valt van de prijs der giganten aan de binnenzijde. Een hele snelle start voor Jesper Leenen. Die pakt de leiding. Aan de buitenzijde Jorlof Loijs. In de laatste rechte lijn. En Jorlof Loijs heeft twee lengten te pakken. Jorlof Loijs, gaan we dan een Nederlandse winnaar krijgen? De giganten. Hij pakt steeds meer voorsprong. Jorlof Loijs gaat de giganten winnen. Het kan niet meer mis. Daar komt hij aan. Jorlof Loijs, Rick Hemmingen. De rest probeert het wel. Ze komen eraan, maar ze komen te laat. Jorlof Loijs is de winnaar. Nederland wint de giganten. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. En nu gaat Hemmingen pas echt bewegen. Nu gaat hij rijden. En het is net als in de giganten. Hij ligt voor en hij blijft ook voor. Jorlof Loijs gaat hem binnen. Geef hem een applaus. Dit is een topdraver en hij komt heel scherp terug. Jorlof Loijs. Leider is nog altijd Jorlof Loijs. Dat zal waarschijnlijk ook zo blijven. Of er moet een hele grote stunt van achteraf komen. Kan eigenlijk alleen maar komen van Ariane Beent. Die ligt in de buurt. Of van Aida Boko. Die ligt daar weer vlak achter. Ze zijn in de laatste rechte lijn. Jorlof Loijs gaat nog een keer versnellen. Het moet ook, want Ariane Beent dringt een beetje aan. Maar Jorlof Loijs is de snelste. De baanrecordhouder wint in Wolvega. Zoals iedereen had verwacht. Tweede is Ariane Beent. Derde Aida Boko. Is de laatste rechte lijn en op dit moment is de strijd voor plaats 2 het spannendst. Het is namelijk Jorlof Loijs die er een schitterende solo van maakt. Reggio echter komt met grote stappen eraan, komt echt dichterbij. Winnen gaat niet meer lukken, maar hij loopt een wereldkoers. Jorlof Loijs is de winnaar. Chris van Hattem op zijn best, dames en heren. En Mariska die neemt de benen. Maar ik zag ook wel iets opwelken bij haar, dus dat is niet zo raar. We gaan Jorlof Loijs hier naartoe halen, dames en heren, voor een plechtig moment. We hebben afscheid genomen van grote kampioenen hier op Victoria Park. Mooi dat daar altijd de tijd voor in wordt gepland. En in dit geval zal dat niet anders zijn. Mariska Huwel is de dame aan het hoofd op dit moment van haar oogappeltje. En Jeroen Engwerda, de trainer, hij zal zo dadelijk symbolisch de ijzers van Loijs eraf halen. We hebben geweldig genoten van dit paard, dames en heren. Mag ik een applaus voor een van de beste paarden van Nederland? Nog steeds, Jorlof Loijs. En dan is er ook nog een e-mail gekomen. Een e-mail aan Peter Kouwenhoven, de eigenaar. En die komt van de 6-jarige Yara. Wie is Yara? Yara, daar schijnt de allergrootste fan van Jorlof Loijs te zijn. En zij heeft als het goed is mee een suikerklontje. Pas op hoor, want het blijven natuurlijk wel grote paarden. Oh, hij lust geen suikerklontjes. Nou, dat is een heel goed idee. Naast me de man die toch de laatste koersen met hem heb gereden. Rick, voor jou ook een speciaal moment? Ja, ik heb veel aan het paard te danken. En, fantastisch paard. En, hij heeft het altijd maximaal gegeven. En, het is, hij heeft het dit jaar ook nog goed gedaan. En, het is mooi dat we nu een punt achter zetten. En, hij is super gezond en stop. Was dat ook zijn grootste kwaliteit? Dat hij eigenlijk zich altijd voor meer dan 100% gaf? Ja, kijk, en dit is het paard, soms steeg hij wat boven zichzelf uit, had ik wel het idee. En dan was hij echt mega goed. Mooi, Rick, dankjewel. We gaan naar de eigenaar en de fokker en zijn echtgenote. Ja, Peter, we hebben hier hele mooie momenten beleefd. Dit is dit verdrietig of is dit ook mooi? Ja, verdrietig. Echt heel erg? Ja. Had nog een paar jaar meegemogen? Ja, liever wel. Ja. Maar wat gaat er met hem gebeuren? Hij gaat terug waar hij geboren is. Hij gaat naar het Haamverschoor. En dan zie ik wel, ik zoek een goed huis voor hem. Ja, met mensen die toch nog een ander paard hebben. Dat hij een maatje heeft. Ja. Ik heb er geen haast mee. Hij gaat voorlopig terug naar Daan. En dan zie ik het verder wel. Hartstikke mooi, Peter. Vrouw Kuijver. Gefeliciteerd met het mooie paard, met het geweldige paard, met het fantastische paard. En nu is het moment daar dat we toch echt definitief afscheid van hem gaan nemen. En ja, je mag nog wat zeggen. Mag ik heel even een dankwoord richten aan Rob van Toor en aan Team Engwerda. Ja. Fantastische tijden meebeleefd en nogmaals dank. Heel mooi. Team Engwerda wil ook wat voor jou doen, heb ik het idee.
Peter? Ik heb jarenlang heb ik hem beslagen. Ja. En, ja. Hij heeft eigenlijk altijd de blote voeten gekoerst. Ja. Dus daar wordt dat gaan. Maar ik heb een van zijn laatste tijden even laten verzilveren. En ik hoop dat hij een goed plekje krijgt. Leuk, geweldig. Dankjewel. Fantastisch. En het laatste momentje, dames en heren, is voor Mariska Huel. Zij mag nog één keer met hem langs het publiek. Als je dat wil doen, Mariska, dan zijn wij jou heel dankbaar. Dan is dit het officiële afscheid van de geweldenaar, Jorlof Loijs. Nou, nog één keer dan voor alle fans en vooral voor Yara, de grootste fan. Jorlof Loijs. En we gaan nog even een mooie foto maken, dames en heren. Met de mensen die Jorlof Loijs toch ook groot hebben gemaakt. André Bakker, hij won met hem in Sofala en vele malen natuurlijk hier op Victoria Park. Rick Ebbingen reed hier naar zege in de grote prijs der giganten. Mariska Huel heeft er eigenlijk jarenlang bij gestaan. En Jeroen Engwerda heeft hem elk jaar tot grote hoogte weten te krijgen. Jorlof Loijs, dames en heren, neemt afscheid hier vandaag op Victoria Park. En krijgt uiteraard een mooie oude dag.